Eldis Polak-Bigli, de nieuw beëdigde minister van Buitenlandse Zaken, heeft gisteren samen met de scheidende minister Nirmala Badrisinghe het protocol van overdracht getekend. De nieuwbakken Busa-topvrouw bedankte haar voorganger voor de diensten welke zij heeft geleverd. De minister is warm ontvangen door het personeel. Polak-Bigli hield de werknemers voor dat het beleid volgens het bestaande ontwikkelingsplan verder uitgestippeld zal worden. De bewindsvrouwen voegden eraan toe dat landen als China en India en zo ook de Zuid-Zuid-relatie meer aandacht verdienen. De minister deed een oproep aan het personeel om met vereende krachten de schouders onder het werk te zetten. Het uiteindelijke doel is namelijk om Suriname verder op de wereldkaart te plaatsen. Daarbij zal iedereen ingezet worden. Ambassadeur Arnold Halfheid wordt toegevoegd aan het team van de nieuwe minister. Minister Polak-Bigli gaat de geschiedenis in als de jongste minister die het ministerie tot nu toe heeft gekend.